Dan de tweede afvalstroom, water. Deze is bij Smurfit Kappa en bij gemeente Oosthout onderzocht. Ik heb deze even samengenomen omdat in de meeste gevallen eigenlijk de uitwijking hetzelfde is. In beide gevallen komt het water van Brabant Water vandaan. En dan komt het bij het bedrijf, bij Smurfit Kappa of gemeente Oosthout. Smurfit Kappa doet het terugleiden naar het riool en gemeente Oosthout ook. Dus vandaar dat we niet precies weten wat wordt er daarna mee gedaan. Dan weer de R-ladder met de toepassingsmogelijkheden. Hierbij heb ik aangegeven dat ze allemaal bij beide toepasbaar zijn. De eerste onderin, R5 recycling. Bijvoorbeeld het water dat normaal naar het riool gaat recyclen en zuiveren door middel van een filter. Een van de mogelijke bedrijven die wij ook geïnterviewd hebben is Mijn Waterfabriek. Die heeft eigenlijk alle soorten, verschillende soorten installaties om dat mogelijk te maken. Dan hebben we R2 Reduce. Deze is ook bij beide mogelijk. Dat is eigenlijk het proces optimaliseren. Dus eigenlijk een soort van verbeteren waardoor het drinkwater minder wordt gebruikt en efficiënter. En daardoor heb je sowieso al aan de achterkant minder water als afvalstroom. Dit is eigenlijk meer intern op te lossen. En dan de bovenste retank, dat is het opvangen van regenwater. Dan kijk je aan de voorkant dat je een ander soort water gebruikt. En dit zorgt dus dan voor het minder gebruik van drinkwater of misschien wel helemaal geen drinkwater meer. En Mijn Waterfabriek heeft daar ook een hele mooie installatie voor. Dan het advies en vervolg voor Smurfit Kappa. Hier heb ik weer de 6 kapitalen en heb ik het R1 retank in de toekomstige situatie uitgewerkt. Daarbij gaan we kijken naar hoe kunnen we regenwater opvangen en hoe pakt dat het beste uit. Dan het financiële kapitaal. De investering in regenwater kan redelijk wat kosten. Maar daardoor komen wel de kosten veel lager uit. Je hoeft geen drinkwater meer in te kopen. Wat hele lage kosten uitkomen. Dan het geproduceerd. In het geproduceerde maak je geen gebruik meer of bijna geen gebruik meer van drinkwater. En daardoor maak je dus gebruik van regenwater. En dit heeft ook gevolgen. Bijvoorbeeld regenwater, daar zit minder kalk in. Intellectueel. Op intellectueel gebied, je maakt dus in de toekomstige situatie gebruik van regenwater. Je hebt hier een BREAAM certificaat voor. Dit is eigenlijk meer een certificaat dat je aan de buitenwereld kan laten zien. We zijn duurzaam bezig met ons water. Dan de medewerkers. Ja, voor de medewerkers verandert het eigenlijk niks. Ja, er komt aan de voorkant een ander type water in. Maar eigenlijk voor de medewerkers verandert er niks. De sociale relaties. Door de samenwerking met Mijn Waterfabriek om de investering van regenwater in praktijk te brengen en met Brabant Water over hoe je je verandering aanbrengt, heb je een betere relatie met deze twee bedrijven. En voor de natuur heb je dus nu een soort duurzaam waterbeheer. Je gaat veel beter om met je water, wat daardoor ook een betere impact heeft op het milieu. Dan de vervolgstappen voor Smurfit Kappa. Graag dieper onderzoek doen naar het optimaliseren van het productieproces. Verder onderzoek doen naar het inktwater aan de uitgaande stroom. Dus het water wat terug in het riool komt. Kan je daar nog iets mee? Kan je daar nog veranderingen in brengen? En dus het realiseren van het opvangen van regenwater. Het dieper onderzoek daar naartoe doen. Kan het echt in praktijk worden gebracht? En wat moeten we daar allemaal voor regelen en aanschaffen? Hier laat ik nog een keer zien. De investering. De investering is €19.500. Dit is een offerte aangevraagd bij Mijn Waterfabriek. Een looptijd van 15 jaar. En uiteindelijk bespaar je €37.000, ongeveer €38.000. En zo heb ik berekend met een looptijd van 15 jaar dat dit eigenlijk €2.500 ongeveer is per jaar dat je bespaart. En dan nog het water bij de gemeente Oosthout. Natuurlijk. Hier heb ik ook weer een kaart gebracht voor de toekomstige situatie, hoe je regenwater opvangt. Want de 6 kapitalen die ik daarnet heb uitgelegd bij Smurfit Kappa zijn precies hetzelfde, de voordelen en veranderingen die bij de gemeente Oosthout zijn. Maar de vervolgstappen zijn iets anders, omdat bij gemeente Oosthout nog niet echt bekend is wat de prijs gaat worden voor de investering voor regenwater opvangen. Zijn er bijvoorbeeld, kunnen we nog kijken naar de andere mogelijkheden van de R-ladder. Die ik daarnet heb verteld.
dan nog de informatie verzamelen om een offerte uiteindelijk te kunnen krijgen voor een regenwaterinstallatie. En dat je daarna dus het verder kan realiseren van het regenwater dat je opvangt. En dit zijn de vervolgstappen voor de gemeente Oosthout.